Vanavond speelt Oranje en het dak gaat eraf letterlijk, want het wordt natuurlijk bloedje heet vandaag. En daarom is besloten om het dak van de Johan Cruijff Arena open te zetten, zodat de mannen op het veld misschien toch nog even een koel cool briesje mee kunnen pakken. Nou, vanavond om 9 uur trappen ze af tegen Oostenrijk. En juist dat tijdstip zorgt voor heel veel discussies in gezinnen, want mogen de kinderen nou wel of niet? Opblijven om die wedstrijd te bekijken. Ze moeten tenslotte toch naar school ook de volgende dag. Nou, een opvoeddeskundige marina van der Wal zegt in de Telegraaf vandaag dat het misschien voor sommige kinderen geen goed idee is, maar voor de meeste kan het echt wel even één avondje. Misschien zijn ze stronchagreinig de volgende dag. Misschien leiden de schoolprestaties er wel onder. Maar je leert er ook heel veel van: over spanning en over winst en over verlies. Dus mochten er nu kinderen nog zitten te kijken voordat ze naar school gaan? Een heuse opvoeddeskundige zegt het. Dus dat zou ik zeker even als argument meenemen in die discussie met de ouders. <laughs> ja. Angela, eens met de opvoeddeskundige? Moet het gewoon kunnen? Um... <tus> Ja, het moet gewoon kunnen. Maar ik hoop dat die van mij, die jongste, in ieder geval gewoon naar bed gaat vanavond. Want, want die is hoe oud? Die zeven. Oh ja. ja. Maar en... goed, mijn neefjes zaten ook sommige avond uh, tot elf uur voor de televisie. En die van zeven, die vraagt nog niet mama. Mag nee, ik die van zeven, die, die, vond, die vond het wel leuk, maar die taalde er nog niet zo heel erg naar. Hmm. Dus. Maar die oudste van veertien en twaalf, die zit natuurlijk uh, ja. vanavond voor de buis. Ja, en, en hoe zit dat, is het dat bij uh, jullie thuis? Nou, ja, mijn kinderen vinden het wel leuk om te kijken. En het is niet uh, ieder jaar dat er een toernooi gespeeld wordt. Dus, nee, uh, dat uh, kun je, je wel zeggen, ze uh, zeggen. van mij mogen ze kijken hoe oud zijn ze um, 9 11 en 12 oh ja dat is ook nog wel ja. te doen en als de schoolprestaties eronder leiden dat is dan voor een dagje niet zo erg nee en ik denk ook na afgelopen jaar we zien dat schoolprestaties sowieso al een, een moeilijk woord ja, is kan uh, er dus misschien nog wel bij deze dag kan er dan nog wel bij okay, nou laten we hopen dat het ook winst wordt natuurlijk want vanavond uh, dus die wedstrijd van oranje